Joosten. Ik ben werkzaam op de afdeling nefrologie van het UMCG. En ik ben in het laatste jaar van mijn opleiding tot internist-nefroloog. Wij onderzoeken of mensen met een slechter cardiovasculair risicoprofiel ook een hogere kans hebben op een slechtere cognitie. We weten bijvoorbeeld dat mensen die suikerziekte hebben, afwijkingen hebben in de vaten van de ogen en in de nieren. Maar misschien hebben deze mensen ook wel afwijkingen in de vaten van het brein. En dat zou betekenen dat ze ook een slechtere cognitie ofwel geheugen hebben. Ik doe epidemiologisch onderzoek. Dat wil zeggen dat ik werk vanuit een hele grote database. In mijn geval een database van het Prevent onderzoek. Daarin zijn heel veel gegevens opgenomen van mensen uit Groningen. Die gedurende 15 jaar al elke 4 jaar op de poli komen. En een aantal bloedonderzoeken en testjes krijgen. Wij hebben binnen ons onderzoek gevonden dat mensen die een verhoogd risicoprofiel hebben, ook een slechter geheugen hebben. Dat wil zeggen dat ook jonge mensen al, van 35 tot 45 jaar, die een beetje hoger cholesterol hebben, of roken bijvoorbeeld, het beduidend slechter doen dan hun leeftijdsgenoten, die wel gezond zijn. Je moet alleen de puntjes met elkaar verbinden. En dan gaan mensen toch iets met die lijntjes doen. Dan, dat is ook een kwestie dat ze dus iets niet goed begrepen hebben. Dus daarmee test je ook al hoe is iemand instrueerbaar. Het bijzondere aan onze resultaten is dat we zagen dat al op jonge leeftijd het verband tussen een verhoogd risico en een slechter geheugen bestond. Dat betekent dat jonge mensen die verder nog geen symptomen hebben, niet ziek zijn geweest en al een beetje hoger cholesterol hebben of bijvoorbeeld roken, dat die al slechter presteren. Ze hebben dus nog geen klachten. Je zou zeggen dus niks om je zorgen over te maken, maar dat lijkt dus niet zo. Ik denk dat de maatschappij zich misschien meer moet realiseren dat een gezonde leefstijl misschien al op veel jongere leeftijd belangrijker is dan we dachten. Dus als je op jonge leeftijd investeert, dan heb je daar misschien ook wel qua geheugen baat bij als je ouder wordt. Dat wil niet zeggen dat mensen die ongezond leven of een hoger risico hebben, dat die al op jongere leeftijd dement worden. Dat moeten we nog onderzoeken. En we weten ook niet dat als je investeert in een gezondere leefstijl, of dat dan ook je geheugen beter maakt. Dat is iets voor de toekomst.